Het belangrijkste en opmerkelijkste nieuws uit de afgelopen week op een rijtje. Dit is het Brabantse Nieuws weekoverzicht voor week 26, 2010. Dag dames en heren. Maandag is een gigantische verhuisoperatie gestart bij verzorgingshuis Elisabeth aan de Leuvenaarstraat in Breda. De komende twee weken verhuizen zo'n 220 bewoners. In 2007 werd begonnen met de nieuwbouw. Die bouw lag enige tijd stil door de financiële crisis. Maar begin vorige maand konden de gebouwen dan toch worden overgedragen aan een trotse directeur Peter Smittenaar van de stichting Elisabeth. Dat mag je gerust zeggen. Zeker op deze dag, wanneer de nieuwbouw hier aan de Leuvenaarstraat echt begint te leven, zoals we om ons heen kunnen merken. De eerste verhuisdag. En ja, na vele jaren, 10 jaar voorbereiding, dat het toch zover gekomen is. Ja, de oudbouw staat er nog voor een gedeelte. Daar zitten de bewoners nu nog steeds. En die gaan vanaf vandaag verhuizen. Inderdaad, we gaan vanaf vandaag beginnen met verhuizen. 2 weken lang. Er moeten heel veel spullen verhuisd worden. 220 mensen gaan verhuizen met alles wat erbij hoort. Dus een hele operatie. We doen vandaag nog even wat rustig aan om even in te lopen. Maar vanaf morgen, ja, dan start het verhuiscircuit volop. Wat is het grote verschil met de oudbouw? Ja, totale andere omgeving. Lichter, ruimer. Iedereen een eigen kamer met ruime sanitair. Je voelt het aan de temperatuur al. We hebben hier topkoeling. Geen airco, maar topkoeling. Dat betekent dat het altijd wat aangenamer is, net als buiten. En nu, net in deze warme zomerweek, kunnen we dat goed gaan merken. Aan de buitenzijde van de nieuwbouw wordt gewerkt aan de terreinverhardingen en de eerste aanleg van de tuinen. De planten van bomen en struiken zal pas in het najaar gebeuren. De gemeenteraad van Tilburg wil Peter Noordanus als nieuwe burgemeester. De raad heeft de PvdA dinsdag voorgedragen. De 61-jarige oud-wethouder van Den Haag volgt Ruud Vreeman op, die in oktober op moest stappen vanwege het omstreden Midi-theater. Sindsdien is VVD-prominent Ivo Opstelten waarnemend burgemeester. Peter Noordanus als nieuwe burgemeester van Tilburg. De kans erop is erg groot. Van 1989 tot 2001 was hij wethouder in Den Haag. Daarna werd hij tot 2003 voorzitter van de Vromraad, die de regering adviseert op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu. De afgelopen 6 jaar werkt hij in het bedrijfsleven. De vertrouwenscommissie ziet in Noordanus een geschikte kandidaat, wegens zijn brede ervaring in het openbaar bestuur en het bedrijfsleven. Eigenlijk heel simpel, omdat het beste kandidaat was die tussen de kandidaten zat. En hij een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van Tilburg. En wat onderscheidde hem ten opzichte van andere kandidaten? Hij heeft een enorm netwerk wat wij goed kunnen gebruiken. Hij weet veel van stedelijke ontwikkeling en hoe wij de stad verder zouden kunnen ontwikkelen. En daarnaast is het een hele beminnelijke en aardige man, waarvan wij denken dat hij een belangrijke bindende factor is voor de stad en voor de Tilburgers. Huidige burgemeester van Bergen-op-Zoom, Han Polman, was volgens BN De Stem tweede voor de post in Tilburg. Ook gedeputeerde van Brabant Onno Hoes zou hebben gesolliciteerd. Hoes zelf ontkent. Blauwbroek wil nu aangifte doen van schending van de geheimhouding. Er worden inderdaad andere namen genoemd. Nou, volgens de procedure wordt er maar 1 naam door de commissie naar voren gedragen. Als er meer namen genoemd worden, blijkt dat er waarschijnlijk dat er ergens een lek is geweest. En volgens de wet moeten we daarvoor aangifte doen. Want een vertrouwenscommissie, zoals de naam het al zegt, is vertrouwelijk. En alles blijft daar binnen geheim. En nu is er al aangifte gedaan door de vertrouwenscommissie? Vanmiddag is er aangifte gedaan door de vertrouwenscommissie, ja. Wat is dat toch met Tilburg en het schenden van geheimen? Als ik het wist, zou ik het je gelijk zeggen, maar ik weet het echt oprecht niet. De aanbeveling van de gemeenteraad wordt zo spoedig mogelijk toegezonden aan minister Ernst Heers-Balin van Binnenlandse Zaken en Koninklijke Relaties. Na instemming met de ministerraad draagt de minister de kandidaat voor aan de koningin. Zij tekent vervolgens het zogenoemde benoemingsbesluit. De commissaris van de koningin neemt daarna de eed of belofte af bij de nieuwe burgemeester. Op dit moment is nog niet bekend op welk termijn dat is. De Efteling in Kaatsheuvel is weer een spectaculaire attractie rijker. Joris en de Draak. In deze dubbele houten achtbaan van 25 meter hoog racen 2 strijdwagens ieder een eigen parcours om de snelste tijd en om de draak te verslaan. Woensdagavond werd de houten achtbaan officieel geopend en namen naast de directie ook enkele prominente Nederlanders plaats. In een kleine 9 maanden tijd verrees in het attractiepark een kolossaal grote dubbele houten achtbaan. In de eerste rit namen zowel directieleden als enkele bekende Nederlanders plaats. Onder andere Jochem van Gelder, Jan Rot, de oud-voetbalinternationals René en Willy van de Kerkhof en... Het schijnt knetters hard te gaan.
Dus ik verwacht dat ik op hun schoot lig bijna, denk ik. Dat is geen probleem, denk ik. Nee, dat, wat dat betreft zit ik goed qua voor en achter. Ja, vind jij het spannend? Ja, ik vind het wel spannend, ja. Maar ik vind het wel lachen. Ik ben wel benieuwd. Heb je het gehad? Nou, hij is klaar voordat je het erger hebt. Het gaat zo ongelooflijk snel. Maar hij is heel bijzonder, want hij gaat niet over de kop. Geen kurkentrekkers, niks. Maar hij gaat gewoon echt loeien snel. Niet misselijk geworden? Nee, helemaal niet. Nee, ik vond eigenlijk dat het nog wel langer mogen duren wat mij betreft. Ik vond het echt te gek. Hij is echt supersnel. Dit is wel inderdaad de 2010 versie en voor de komende tientallen jaren. Want het is een behoorlijk heftig ritje, ja. Vond je het eng? Nou, ik moet zeggen... Ja, het is stiekem toch wel weer spannend zo'n achtbaan. Het bizarre is, je weet dat het allemaal goed komt, maar je weet nooit waar je heen geslingerd wordt. In Joris en de Draak is plaats voor 1700 personen per uur. En met een snelheid van 75 km per uur tegen ze ieder het 810 lange meter parcours af. Directeur van de Efteling Bart de Boer is tevreden. Het is een echte unieke dubbele racer, een dubbele houten achtbaan. Strijden water tegen vuur. Door de beste houten achtbaanbouwer van de wereld gebouwd, Great Coasters, samen met de Efteling. En ja, ik kom er net uit. Ik moet je zeggen, het is echt een ervaring. Naast de 600 kubieke meter hout is er nog heel wat aan verspijkerd. Ja, nou, er zitten 162.000 spijkers in en 90.000 bouten. Je ziet het ook echt, het is ja, traditioneel vakwerk. Joris en de Draak heeft plaatsgemaakt voor de Pegasus. Vorige houten achtbaan. Nou ja, dat was natuurlijk, menigeen heeft daar ingezeten als klein kind. Dat was dan de eerste achtbaan. Ja, die is nu weg, maar we hebben er een veel betere voor teruggekregen, zeker. Dus hoe heeft u het gehad? Uitstekend, hè? Prachtig. Een enorme ervaring is het om mee te mogen maken. Hè? Razendsnel. Ook de contacten met de tegenstander natuurlijk heel erg leuk. Ik denk dat het een unieke nieuwe attractie is voor heel Nederland. Iedereen moet dat meekomen maken. En natuurlijk hoort er een foto bij. Kunt u hem eens bijpakken? Ja, deze foto. Ik zit hier met mijn collega bestuurder van de Stichting Natuurpark Drenthe, Clemens de Bond. En hierachter zit Van Vlokhoven met zijn echtgenote. We werden net helemaal onder het water gesproeid, maar het is echt een belevenis. Dave, ja, nou hebben we iedereen aan het woord gelaten, dus nu moeten we het zelf ook maar eens een keer gaan proberen. Ik ben benieuwd. U kijkt nog steeds naar het Brabant in Nieuws weekoverzicht. We gaan verder met de korte onderwerpen van de afgelopen week. Nog tot 1 juli kunnen inwoners van Den Bosch ideeën aandragen over de hostellocaties. Er komen 2 opvangcentra voor verslaafden met een psychiatrische ziekte in de wijken Hintham en Den Bosch Zuid. In de communicatie daarover ging veel mis. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad besloten dat bewoners voor 1 juli zelf een alternatief binnen hun wijk mogen zoeken. Gesprekken daarover zullen op voet van gelijkwaardigheid gevoerd worden. Inwoners kunnen zich ook aanmelden als actieve deelnemer in het locatiekeuzeproces. Waterschap Peel en Maasvallei hebben een verbod uitgebracht op het gebruiken van water uit beken en rivieren om akkers en weilanden te besproeien. Door de warmte van de afgelopen dagen is het waterpeil van sommige beken in Brabant en Limburg namelijk flink gedaald. Om te voorkomen dat het peil en de grondwaterstand nog verder zakken, moet deze maatregel worden genomen volgens het waterschap. En niet alleen dat. Het verbod moet er ook voor zorgen dat er voldoende watervoorraad is, mocht de droogte aanhouden. Het Amphia ziekenhuis met vestigingen in Breda en Oosterhout is bezig met het ontwikkelen van een zwarte doos in de operatiekamers. Mocht er tijdens een operatie iets fout gaan, dan kan via de gegevens opgeslagen in die zwarte doos een reconstructie worden gemaakt. Het Algemeen Dagblad meldde donderdag dat het Amphia de zwarte doos vandaag al in gebruik zou nemen. Maar zover is het nog lang niet. We zijn bezig met een onderzoek ernaar, net als andere ziekenhuizen, zegt woordvoerster Truus de Bruin van het Amphia. Het AD loopt op de feiten vooruit. Aldus het Amphia. Tot zover het Brabant in Nieuwsweek overzicht voor deze week. Wilt u meer informatie of wilt u deze uitzending nog eens terugzien? Dat kan. Kijk dan op onze website www.brabant10.nl en klik dan op uitzending gemist. Ik wens u voor de rest nog een heel fijn weekend, maar dat zal wel lukken met deze zomerse temperaturen. Fijn weekend.
Thank you.